lekkere wijven van me, is ze weer. We hebben er zin in, we gaan packs openen, want jullie hebben namelijk op deze en deze video hebben jullie 10.000 likes gehaald. Of hebben wij 10.000 likes gehaald. En daarom gaan we packs openen. Gokken, lieve mensen, ik wil gokken. Dus dan zie je FIFA punt en dan doe je even... Dat is beter. Lieve mensen, abonneer nu op mijn kanaal. Doe het nu! Voor jou. Voor jouw packluck. Dat jij nog Team of the Year mag packen. Dat jij fantastische dingen mag packen. En halen we de 150.000 abonnees in de maand januari. Dan gaan jullie fantastische dingen doen. Ik ga het nog openen, want wat ik allemaal nog heb. Ik heb nog een kaart van Ben. Ik heb nog een shirt. We gaan echt fantastische prijzen weggeven. Dus, doe het gewoon, lieve mensen. En dan gaan we snel vergokken. Want volgens mij zijn er speciale pakketten. Want het is tijd, lieve mensen. Oh, toch niet. Nee, toch niet. Er zijn geen lightning rounds. Is geen lightning rounds. Lijnenruimte op de pop. Of toch wel, ultimate pakketje. Komt je maar, lieve mensen. We hebben er zin in. Komt je maar, komt je maar. Ja, weet je, ik had het gewoon beloofd. Ik had gewoon beloofd dat ik nog een paar pakketjes zou openen. We hopen dat we iets goed pakken. Je weet niet wat het is. Je weet niet wat het is. Schimmelkoud. Ik wil wel echt eigenlijk een keertje dat je echt denkt van... Goh, dat is even lekker, hè. Kijk, als we dan vervolgens alleen maar gave Martina's krijgen... Ja, dan worden we zwaar gezien, lieve mensen. Niks mee, lieve mensen. Ik kan er helemaal niks mee. Ik wil weer een ultimate pakketje. Komt erbij, lieve mensen. Kom maar, kom maar. Ik wil gokken. En lieve mensen, we moeten gokken. We hebben Ben. We hebben zoveel coins. Uiteindelijk moeten we wel iets goeds eruit krijgen. En weer geen walkout. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Het is CVM. Het is Henderson. Nee. Het is een Inform. Oh, lieve mensen. Ah. Oh. Kom op, hè, lieve mensen. We moeten wel even een keertje wat leuks pakken. We moeten wat leuks pakken, lieve mensen. Geloof me, het gaat gebeuren. We gaan wat leuks doen. Ik wil dan sowieso die ultimate pakketten wel even doorspitten, lieve mensen. Hebben we nou... We hebben 3 ultimate pakketten geopend en we hebben 0 van Orban. En nog 85 reden het Hongaar. Ja, jongens, kom op, hoor. Ik heb dus gewoon 3 keer... Kom op, hé. Ik heb toch alleen maar packs uitgegeven. Kom op, lieve mensen. Geef me nou gewoon een keertje wat. Alsjeblieft. Sta maar bij. Het is een walkout. Nou, het zal eens een keertje. Het is... Oh, het is... Anta over zo blie. Het zo blie. Nee, nee, nee. Oplak. Oblie. Oplak. Kadadia. Keroma. Elke dag hadden we meer van je. Oblie. Wel 91 oblie. Begrijp me niet verkeerd, lieve mensen. 91 oblie is veel, maar... Ja, hey. Kom op hoor, lieve mensen. Ik wil wel even iets wat echt geld waard is. Ik kan ook een lekkere impuls geven, want we moeten Team of the Year halen. Moeten jullie bepalen welke Team of the Year we gaan halen, lieve mensen. Dat bepalen jullie allemaal. Jullie hebben allemaal controle op het kanaal. Weer een walkout. Het is een Braziliaan. Het is Thiago Silva. Die hebben we al 8 keer gepikt. Marquinhos. Oh, nee, wel Thiago Silva. Wel de 87. Kom op. Kom op, jongens. Even serieus. Ik wil wel even serieus. Gewoon even wat goeds. Kom op. En dit is... Ik weet niet wat het is, maar het is wel een... Walkout is Italiaan, volgens mij is het in vormachtig doelman, Torino. Wat is Sirigu? Sirigu, ja. Worden we daar vrolijk van tegenwoordig? Lieve mensen, het gaat weer ongelooflijk slecht. We zijn weer gokken. Maar, oh, wel 2 in vorms. Ja, en 85, 85. Ja, oh, Arangus. Ja, Onana, Team of the Year, hè, Paski? Hier is een clipje van. Hey, je wie staat er onder de lat bij jou? Onana! Oh, jongens, laat Paski even zelf uitleggen. Onana! Dat was zo goed. Dat was zo top. Oh, dat was zo top. Dat waren nog eens tijden. Oké, okay, maar even serieus. Het verandert niks aan het feit dat we nog steeds geen ongelooflijk lekkere spelen hebben gepakt. Het is dit, Frans. Het is een Griezmann. Griezmannes. Griezmannes. Natuurlijk. Pak een beet, lieve mensen. Maar het is nog steeds geen Team of the Year. We willen een Team of the Year. Lieve mensen, wat is dit nou? We moeten... Oh, we zijn een beetje in de zomer. Ja, dat is nog steeds niet echt wat we willen. Eigenlijk heb ik nu bij mezelf van... Zal ik er nog een beetje extra wat opgooien? Of zijn nog zat pakketten, lieve mensen? Zijn nog zat? Komt u maar! Even lekker door. Ik wil Ben Ketsen pakken. Le Profet, lieve mensen. Dit is gewoon geen walkout. Hoe kwam dit nou? Ja, dit is Zeko. Nee, dit is die... Vaak Fischa? 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 Fischa. Fantastisch. Echt jongens, morgen, ik ga echt... Deze video is tweeledig. En dan gaan we ook nog allemaal Premier League upgrades. En alle andere zieke zooi gaan we erbij doen. Maar ja. Oké, okay, we gaan het zien. We gaan het zien, we gaan het zien. We gaan het zien. Oké, okay, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Ja, yeah, het is een blauwe, maar het is geen Team of the Year. Oh, oh. Maar het is wel Piqué. Oh, eigenlijk wil je liever dan Ramos. Wat doe je nou? Volgens mij krijg ik Piqué. Kutzon, wat is het slecht?
zou wel zijn als je die blauw hebt. Zou ik helemaal gek worden. Oh, dan zou ik mijn team of the year krijgen. Dat toch lekker zijn. Oh, en Courtois. Oh. Eigenlijk vind ik die ultimate pakket wel lekker. Zullen we gewoon nog een keer gewoon voor het gevoel €100 knallen? Gewoon voor het gevoel, omdat het kan. Zullen we het gewoon doen? Zullen we het gewoon doen? Ik heb wel zoiets van, ik wil het heel graag doen, eigenlijk. Kom op. Kom op. Kom op. Het is een walkout, lieve mensen. Dit wisten mensen. Het is een Fransman. Het is een Seatus Benzema. Tuurlijk, die hadden we nog niet. Shit, sorry. Zo, helemaal zo klaar met Karim, lieve mensen. Is het Sepa? Nee, Benzema. Oh, Tadic, Özil. Oké. Zullen we maar gewoon voor het gevoel gewoon nog een keer €100 opgooien dan? Gewoon voor het gevoel. Gewoon omdat we toch lekker bezig zijn. Gewoon even gewoon over het gevoel. Gewoon even wat packs erop gooien. We weten het, het is niet lekker. Uiteindelijk is het niet goed voor onze portemonnee. Maar we pleuren nog even €100 op. Omdat jullie... Als we 10.000 likes op deze video halen, pleuren we nog even €100 op. Ik hoop dat we het halen, lieve mensen, want ik heb het waarschijnlijk al gedaan. Heel misschien. Het is Team of the Year. Je moet wat, lieve mensen. Je moet wat. Laten we eerlijk zijn. Pleur nog even 4 van deze pakketjes uit. Ja, joh. Gewoon alleen even kijken. Alleen even kijken. Kom op. Kom op. Die ultimate pakketjes, ze gingen zo lekker. Het is geen Team of the Year. Weer een CV. CM. Dit is ja, dit is toch geen walkout, jongens. Saúl. Dit is toch geen walkout. 85 Saúl. Dat kan je me niet aandoen. En Arthur en weer Tadic. Oh, Jezus Christus van Nazareth. Oh. We pakken wel oprecht steeds dezelfde spelers. Is niet best. Kom op. Doe het. We krijgen gewoon een 125k pakket. Krijgen we gewoon geen borden. We krijgen gewoon Pedro uit een 125k pakket. Is dit wel een beetje... Is dit wel echt serieus niveau wat we dan echt willen nastreven met z'n allen? Dit kan toch niet. Dit is best wel schandalig. Dit is best wel erg. Een 82 uit de 100. Nou, oké. Laten we niet te veel aandacht gaan bieden. We gaan niet te depressief worden. We gaan nog één packje openen, niet meer. Kom maar. Geef me iets goeds. Het is weer geen walkout. Ik heb het gevoel dat we het niet gaan krijgen, deze. Het is het de Duitser, een CM. Ja, hoezo kijk ik überhaupt? Dit is Müller. Müller is geen walkout. Of wel? Nee, het is Havers. Nee, het is Goretzka. Tuurlijk. Top. Rabiot, ja, dit is allemaal niks waard. Kom op. We hebben twee keer nog openen. Nog een soort van halve packs. Kom op. Doe het. Dit kan toch niet? Hoe kan dit nou? Weer Havertz. Oké. Misschien krijgen we hier dan wat uit. Het gaat misschien beter af dan al die andere scheidpakketten. Kom op. Ja. Nee. Het is wel een vorm uit welk land is dat, lieve mensen? Wat is dit dan? Kom op. Dit kan toch niet? Well. Haller. Oh, top. Wat een pack. Ongelooflijk. Wat een packluck hebben we weer, hè, lieve mensen. Wat een packluck. Ongekend, hè. Het is ongekend. Kom op. Knal nog eentje erbij. Hoppakee. Zullen we anders een 125k pack voor munten doen? Oh. Oké, ik ga ermee kappen. Nog een paar. We hebben nog echt ontzettend veel pakketjes, lieve mensen. Echt waar, we hebben ontzettend veel pakketjes. Het is nog echt niet het laatste hierover, maar oké, we moeten nog even wat openen. Ik hoop gewoon dat er ergens gewoon een team of die hierin zit. Ik zei het, ik hoop het gewoon oprecht, lieve mensen. Ik hoop het echt oprecht. Fisca weer, het is ongekend. Open team of the year'tje. Kom op, doe het voor mij, schat. Doe het voor mij. Kom op. Koken. Top, lieverd. Top, ik ben zo blij als een kind, lieve mensen. Ik ben zo blij als een kind. Echt waar. Mijn team of the year in zitten. Deze zeldzaam spelerspakket. 50k, Pekkie. Kom op. Doe het voor mij. Nee, hè. Ik zit niks in, hè. Oh, wel een Champions League kaart ding. Iets. Laatste gouden top spelerspakket, lieve mensen. En dan zitten we er alweer op. Krijgen we wat leuks eruit. Geen walkout! Want die achterlijke die is zo altijd een gezeik bij jou. Oké, dames en heren, dit is dus opgenomen op de zondag. We hebben op zich wel lekkere packs gehad, maar we hebben nog geen Team of the Year. Ik ga ervoor zorgen dat ik vandaag zoveel mogelijk SBC's nog ga doen. Echt kapot veel. En dan gaan we morgen bij de laatste dag van het Team of the Years. Dan gaan we echt nog knallen. Bij 10.000 likes knalken nog een keer €100 op. En dan kunnen we daar nog 100k pakketjes van open. Dus like deze video. Dat zou ik heel erg waarderen. En nogmaals, abonneer. 150.000 abonnees in de maand januari, lieve mensen. Hartstikke bedankt voor het kijken. En we zien elkaar morgen, want dan is een nieuwe video. Ciao!